We hebben altijd op zaterdag de open dag gehad en ik denk van we gaan toch een keer naar de zondag. Vanwege mensen die werken, mensen die sporten en andere dingen gaan doen op zaterdag. En we proberen het nu op zondag en ik merk nu dat we alles op één locatie nu hebben. Dat zijn al meer mensen aanwezig en de zondag heeft toch wel een effect. Want als het nu heel mooi weer was geweest, was het nog drukker geweest. Want het is druk. Ik vind het ontzettend druk. Drukker dan afgelopen jaar? Ja, drukker dan een zaterdag op twee locaties. Ja. En wat komen de mensen hier allemaal doen? Ja, wij zeggen altijd open dag, kom kijken, we informeren, je kan proberen, we demonstreren. We hebben heel veel optredens binnen en buiten. Want de muziekschool Heemskerk moet gaan bezuinigen? Ja, er komen wat bezuinigingen aan, klopt. Want merk je daar nu al iets van? Nee, nu nog niet, want we zeggen ook, we communiceren ook naar onze klanten van volgend jaar gaan we nog gewoon door zoals nu. Met een kleine lesgeldverhoging, maar niet schokkend. En we moeten gewoon kijken hoe het allemaal gaat worden. Misschien wordt het wel ontzettend leuk in Heemskerk. Want je weet al wat er gaat veranderen? Dat weet ik nog niet, daar moet het college over gaan beslissen de komende tijd. Maar het kan ook wel eens een hele positieve wending gaan krijgen. Misschien dat we een keer naar een andere locatie moeten, dat is nog helemaal onzeker, maar stel dat je dat zou moeten en dan krijg je ook weer nieuwe indrukken, nieuwe impulsen, andere omgeving. Dus al met al, ik ben niet negatief daarover, maar we moeten gewoon afwachten. Het is best wel een spannende tijd voor onze docenten en dan ook voor onze leerlingen, maar nogmaals, geen paniek op dit moment. Dus al het hele aanbod wat de muziekschool nu heeft, dat zou zomaar kunnen blijven bestaan? We doen zoveel. We hebben zoveel evenementen, intern, extern. En Laurentiuskerk die helemaal vol zit. De Noos met de Non, die drie zaterdagavonden met de popcursus helemaal vol zit. De Jans Heren, cafés, et cetera, et cetera. Wij verdienen gewoon om te overleven. AMV, waar staat het voor? AMV is Algemene Muzikale Vorming. En wat houdt dat in? Dat is een heel breed programma met spelende wijze zingen, muziek maken, op andere manieren met instrumenten, bewegen. Het heeft ook te maken met hoe schrijf je muziek op, hoe maak je van wat je opgeschreven hebt weer muziek, enzovoort, enzovoort. En vanaf hoe oud kun je hier aan deelnemen? Kinderen kunnen deel gaan nemen vanaf groep 4. Groep 4, 5, 6. En het gaat allemaal om muziek. Het is ook een beetje voorbereiding op wat de kinderen later willen doen, daarna willen gaan doen. Klopt dat? Dat klopt, dat klopt. Verdeeld over het cursusjaar geven wij hier in 5 blokjes voorlichting en kennismaking over alle instrumenten die kinderen kunnen gaan kiezen op de muziekschool. Er is dus een blokje toetsen en zang, een blokje houtblazers, een blokje koperblazers, een blokje elektrische snaren en slagwerk en een blokje akoestische snaren. Muziek maakt slim, horen we de laatste tijd veel. En dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Muziek en bezig zijn met muziek zorgt ervoor dat er in je hersenen, tussen je twee hersenhelften, verbindingen tot stand komen die er anders niet zouden zijn. En die heel zinvol blijken in het latere leven. Wat kun je daarvan terugvinden in je latere leven? Creativiteit, taalgevoel, geheugen, concentratie, noem het maar op. We hebben wel circa 1200 cursisten op jaarbasis. Het kan zijn een korte cursus, een halfjaar cursus of een jaarlijkse cursus. Maar over het algemeen, als je alles bij elkaar optelt, over een jaar 1200. Nou, en daarmee scoren wij eigenlijk best wel hoog in een gemeente van 40.000 inwoners. 1200 cursisten komen ook uit Heemskerk? Heemskerk, de meeste, maar ook de regio. We laten de mensen uit de regio toe met een paar tientjes meer lesgeld. Het is allemaal nog wel te betalen uiteraard. Maar we hebben in feite hebben we al een regionale uitstraling. En hoe lang ben je al verbonden aan de muziekschool Heemskerk? Ik denk nu een jaar of 8.
En wat voor opleiding heb je gedaan om hier uiteindelijk accordeonles te kunnen geven? Conservatorium. En alleen accordeon daar gedaan? Ja, klopt. Ja. Waarom accordeon? Omdat het zo'n veelzijdig instrument is. Mijn dochter die speelt het al. En kun je er ook al wat op spelen? Ja. Kun je dat laten horen? Als leerlingen hier binnenkomen en ze willen accordeonlessen bij je nemen, hoe start je dan? Wat leer je zelfs eerst? Kijk eerst naar de persoon, wat ze willen leren. Meestal begin ik met 2 toetsen. Want dat is het makkelijkste voor ze. En als ze wat ouder zijn of als ze al een ander instrument hebben bespeeld, kunnen ze ook 5 vingers gebruiken. Dus dan kunnen ze al een rijtje maken en verschillende vingers indrukken. En als ze echt heel leergierig zijn en het ook heel goed kunnen, dan kunnen ze ook de andere kant gaan doen. Maar ik denk dat het plezier maken belangrijker is dan de noten leren. En ik gebruik ook heel veel cd's. En dat komt er toch echt meer op muziek maken en lol en ja, plezier maken dan dat je iets moet en echt moet presteren. Ja, plezier maken is toch het belangrijkste. Daarvoor maak je muziek. Denken aan de toekomst en dat is gewoon een groot cultureel instituut in de IJmond wat echt zijn weerga niet kent. En dat klinkt naar samenwerking met andere gemeenten. Ja, uiteindelijk zou het allemaal samen moeten. Er wordt op diverse fronten wordt samengewerkt, gemeentelijke afdelingen. En ik denk dat cultuur, als je het handig wil spelen, ook naar de toekomst toe, je zou dingen met elkaar moeten doen en maar iedereen wel in zijn kracht laten. Wij zijn gewoon enorm goed in muziek in Heemskerk. Nou, dat moeten we ook blijven doen. Anderen zijn weer goed in beeldend, in dans, et cetera. Maar we moeten gewoon kijken naar de toekomst. En de toekomst is gewoon, denk ik, regionale samenwerking. En dan ook de efficiëntie, de winst daaruit halen. En dan kan het dan wel eens leuker worden in de IJmond.